Goedemorgen. Namens de Werkkerkenraad heet ik u allen hartelijk welkom bij deze dienst. En hartelijk welkom ook aan iedereen die hier vandaag voor het eerst is. De mensen die meeluisteren via internet of kerktelefoon wensen we ook een goede dienst toe. Dat zijn er in deze tijd natuurlijk een heleboel. Vandaag is het derde Adventszondag. En voorganger is dominee der Nederlanden. Wilt u een van de komende zondagen ook naar de kerkdienst komen en bent u gezond? U bent van harte welkom. Vooraf aanmelden via telefoon of e-mail is wel noodzakelijk. In het kader van kerst vieren we samen, kunt u op derde kerstdag, 27 december, twee buitenlandse studenten uitnodigen voor een kerstlunch. Meer informatie treft u aan in het kerkblad en Inspiratiepoint. En de bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Arie Elshout, de Vriesstraat 50. En ik steek vandaag de kaarsen zelf aan. Ik wil u vragen om op te staan voor twee berichten van overlijden. Op maandag 7 december, jongsleden, is overleden Anna Klazina Ank Krommehoek in de leeftijd van 88 jaar. Op dinsdag 8 december, jongsleden, is overleden Adi de Ruiter Leenman van de Dijkshoornseweg in Den Hoorn. Ze is 75 jaar geworden. De uitvaartdienst is op woensdag 16 december in de Hofkerk om 11:15, waarna de begrafenis volgt om 1:00 op begraafplaats Eikelenburg in Rijswijk. Een moment stilte. Namens de Wijkkerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. We bereiden ons staande in stilte hierop voor. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ga maar zitten. Het eerste lied dat u zult horen, dat is uit het liedboek lied 466, vers 2 en 5. O kom die Heer en Meester zijt. Op aarde hier, o kom, o
Zalig op, o grote dageraad, licht aan wij zijn ten einde raad. Verjaag de nacht van onze nood en maak uw toekomst Ja, het is derde advent. En deze derde advent heeft als naam meegekregen Gaudete. En maar dat betekent verheugt u, verheugt u. En dat thema van verheugt u, van vreugde, zien we ook terug in de lezingen van vandaag. Uit Jesaja 65, waar we lezen van een visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En in Johannes 3, waarvan we lezen over Johannes de Doper. En waar de leerlingen van Johannes de Doper zien dat ook Jezus doopt en dat er meer mensen naar Jezus gaan dan naar Johannes de Doper. En die leerlingen zien daarin een concurrentie. Maar dan ja, wijst Johannes hen echt terecht. Hij zegt, we werken aan één goede zaak en ik ben blij dat ik Jezus ken. Dus opnieuw dat thema vreugde. En omdat het derde advent is, steken wij ook een derde kaars aan. Ik zal nog even wat vertellen over het bloemstuk, ook weer voor vandaag. U ziet hier vier flessen staan, vier kaarsen. Dat wijst natuurlijk op de vier adventszondagen, maar het is ook verwijst het naar de vier windstreken van noord, oost, zuid en west. Dat betekent voor, hier bovenop zien we een soort, ja, het is een soort wiegje eigenlijk, van bamboe gemaakt met open, met gemaakt van driehoekjes. En dat getal drie, dat verwijst weer naar God en de mens en jezelf, zeg maar, de mensen ook om je heen. Het is open, zodat de mensen van overal ter wereld, waar je kribje ook staat, waar je wieg ook staat, je kan altijd de weg vinden naar God, naar Jezus. En ik lees daar ook het volgende gedicht bij, want we zien de kleur groen, dat verwijst naar altijd naar trouw en naar leven. En je ziet die dennenappels, dat is de weg die wij kunnen gaan, de weg naar het goede leven. Ik zal de derde kaars aansteken. Want... doe maar even zo. Ja. Daarbij spreek ik de woorden uit. Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met blijdschap. Hul mij in kleuren en geuren van zacht mos. Ontsteek het derde licht dat buigt naar het noorden. Hemel en aarde raken verbonden. Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de zachte knoppen. Het goede leven breekt door. Hoe ieders weg ook loopt. En nu volgt een Kyrie gebed. En in de voorbereiding vond ik een prachtig lied. Ingezongen door een kantorij in Groningen. Laat regenen, stromen, lieve vrede en wolken van gerechtigheid.
daarnaar luisteren we vandaag als ons Kyriëgebed. Gaan we nu verder met ons adventsproject. Adventsbode heeft vandaag bijzonder nieuws voor u. Jaapie uit de Zomerstraat vertelt over een leuke dag die hij komende zomer zal gaan hebben. Het wordt dan prachtig weer
zo vertelt Jaapie. En alle mensen zijn vrolijk. Ze gaan zwemmen, spelen met een strandbal en een zandkasteel bouwen. Op de zolder van zijn huis liet Jaapie aan de verslaggever zien welke spullen hij gaat gebruiken op deze stralende dag. Hij heeft zelfs zijn zwemband alvast opgeblazen. Zo was het deze week even zomer in de Zomerstraat. Hebt u ook mooie verwachtingen van dingen die gaan gebeuren? Vertel erover aan andere mensen. Als u dat doet, komen de mooie dagen meteen wat dichterbij. Voordat wij van dat goede nieuws gaan lezen uit de Bijbel, willen wij eerst bidden tot God. Laten wij bidden. Trouwe God, soms is deze wereld zo ver af van wat u droomt voor ons. Een wereld van vrede en gerechtigheid. En soms is ons leven zo ver af van waar we naar verlangen en wat ook uw verlangen is. Een leven zonder tranen, zonder verdriet en pijn. En wij bidden u, laat het visioen dat u voor ogen heeft, voor deze wereld en voor ons, ook voor ons gaan leven. Leer ons te verlangen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En geef dat dat ons inspireert en dat wij ons ervoor inzetten. Met al ons hebben en houden, om de afstand tussen werkelijkheid nu en uw droom, uw visioen te overbruggen. Amen. En onze lector is vandaag Johan Voerman en hij zal lezen uit Jesaja 65 en uit Johannes 3. Jesaja 65, vanaf vers 17. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand ooit nog voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daarmee zijn die slechts enkele dagen leeft. Geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit. Want een kind zal pas sterven als 100-jarige. En wie geen 100 wordt, geldt als vervloekt. Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen. Wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen. Van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom.
Mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen met heel hun nageslacht een volk zijn dat door de Heer is gezegend. Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen. Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden. Een leeuw en een rund eten beide stro. En een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg, zegt de Heer. Tot zover deze lezing. We luisteren naar lied 766, vers 1 en 3. De evangelielezing is uit Johannes 3, vanaf vers 22. Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte er. Johannes doopte toen ook in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. Johannes was immers nog niet gevangen gezet. Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe. Johannes antwoordde: Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: ik ben de Messias niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. De bruidegom krijgt de bruid. De vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner. Tot zover de lezingen. We luisteren naar lied 440, vers 1 en 4.
gaat stillen in de landen, uw koning tegemoet. De intocht is op handen, aan hem die wonderen doet. Gij die de eer verwacht, laat ons voor alle dingen hem ons Hosanna zingen. Hij komt met macht. Hij schenkt met volle handen diezelfde armoed draagt. Gij maakt u zelf de schande die steeds naar zondaars vraagt. Wij willen groot en klein die toch van u ontvangen, u ons Hosanna zingen en eeuwig dankbaar zijn. Na de overdenking luisteren wij naar muzikaal meditatief moment. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Bij het materiaal dat aangereikt wordt voor deze zondag kwam ik het volgende stukje tekst tegen. Het is geschreven door Thijs en Marieke Blok. Dat zijn docenten theologie, werkzaam aan een universiteit in Zambia in Afrika en uitgezonden door Kerk in Actie. Zij vertellen: door droogte is de maïsoogst van boer Victor in Zambia al 2 jaar mislukt. Geen maïs betekent geen meel. Geen meel betekent geen chima, dat is het dagelijks eten in Zambia. En geen chima betekent honger. Toch twijfel Victor geen moment of hij dit jaar weer zal gaan zaaien. Ik heb het moeilijk, jazeker, zegt hij, maar God heeft mij in leven gehouden. Hij kan ingrijpen en een goede oogst geven. Het is het vertrouwen in God, de hoop, de droom dat het anders kan en dat God een goede oogst kan geven, dat hem de kracht geeft om door te gaan, ondanks de teleurstelling die hij heeft ervaren van 2 jaar achtereen, een mislukte oogst. Als de ballingen terugkeren in Jesaja uit hun ballingschap en aankomen in Jeruzalem, dan zal de vreugde om de terugkeer wellicht plaats hebben gemaakt voor teleurstelling en misschien zelfs wel wanhoop, want ze komen thuis en Jeruzalem ligt in puin. En ze vragen zich af, zal het ooit weer lukken om Jeruzalem op te bouwen? De vreugde van hun terugkeer wordt overschaduwd door de situatie die ze in Jeruzalem aantreffen. Maar God houdt de teruggekeerde een visioen voor, een droom van hoe het zal worden. En die droom, die moet hen weer moed geven. En een droom vertelt altijd iets over wat nog niet is. De droom in Jesaja vertelt dat Jeruzalem
een jubelende stad zal zijn en dat de bevolking vol vreugde zal zijn. Dat wil dus zeggen dat de situatie is dat Jeruzalem in puin ligt en dat de bevolking bedroefd is. En de droom in Jesaja gaat verder. Kinderen zullen niet sterven. Mensen zullen een gezegende leeftijd bereiken. Mensen zullen in hun eigen huis kunnen wonen, van hun eigen oogst kunnen eten. Dat wil dus zeggen dat er nog kinderen zijn die sterven. Dat er volwassenen zijn die voortijdig sterven. Dat er mensen zijn die niet in hun eigen huis kunnen wonen. Dat er mensen zijn die niet van hun eigen oogst kunnen leven. En die mensen hebben hoop nodig om door te kunnen. Die mensen hebben dromen nodig om kracht uit te putten, om uit te leven. Want zonder dromen is alles dan uitzichtloos. En het is Gods droom, kort samengevat in die eerste woorden die hij hier spreekt. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die de teruggekeerde ballingen hoop geeft. Die hen de kracht geeft en de moed en zelfs ook de vreugde om aan de slag te gaan. Om te werken aan de herbouw van Jeruzalem. En ook wij hebben onze dromen. En ook die dromen vertellen iets over het nu, waar we nu in leven, over onze verlangens, hoe we iets anders zouden willen dan dat het nu is. Als wij dromen over vrede, dan betekent het dat er nu geen vrede is. Als we dromen dat we gezond zijn, dan betekent het dat we nu te maken hebben met ziekte. Als we dromen van een wereld corona, zonder corona, dan betekent het dat we lijden onder de dreiging van dit virus en onder de eenzaamheid die het met zich meebrengt. En als we dromen van een kerst met elkaar, dan betekent het dat we degene missen die ons lief zijn. Maar die dromen hebben we nodig om staande te blijven als hoopvol tegenwicht aan de bestaande situatie. En meer dan dat, het zijn dromen om kracht uit te putten, om verder te gaan. Vandaag is het de derde zondag van Advent. En er is een liedje, Advent is dromen dat Jezus zal komen. In Advent zien wij uit naar de komst en de geboorte van Jezus, God in ons midden. En ik vertelde al aan het begin, de naam van deze zondag is zondag Verheugt U. De droom dat God in ons midden woont, dat Jezus zal komen, mag vandaag al zichtbaar worden en tastbaar en voelbaar. Hier en nu mogen we al de vreugde voelen van zijn aanwezigheid in ons midden. Net zoals Johannes de Doper die vreugde ervaart als hij zich de vriend van de bruidegom noemt. Het vervult hem met vreugde, zo vertelt hij, als hij Jezus' stem hoort. Want hij herkent in Jezus de Messias. En hij hoort in de stem van Jezus de Messiaanse tijd aanbreken. Het Koninkrijk van God. En dat geeft hem diepe vreugde. En het mooie van Advent is dat wij iedere week de hoop zien groeien als wij weer een extra kaarsje aansteken. Steeds meer licht doorbreekt de duisternis, om straks met kerst in volle glorie te stralen. Maar wij mogen leven met de vreugde en de hoop die ons dat nu al geeft.
En ook al wordt ons leven bepaald nu door verdriet en pijn of teleurstelling, wij mogen leven vanuit het geloof en de zekerheid dat Jezus komt. En daar mogen wij kracht uitputten. Kracht om toe te werken naar zijn komst. En meehelpen om de droom, dat visioen van het Koninkrijk van God werkelijkheid te maken. In datzelfde stukje dat ik aan het begin noemde van die twee theologen uit Zambia, er was nog een stukje en daar wil ik mee afsluiten. Ons lot keren. Ons lot keren, dat doet God in Advent. In Jezus de Heer. Misschien heb je het moeilijk, net als boer Victor in Zambia, van wie de oogst tot 2 maal toe mislukte. Laat je tranen maar lopen. Maar blijf in je verdriet ook hopen. Want Jezus is gekomen en zal ons veilig thuis brengen. Dank en bid daarom met een lach en met een traan. In Jezus hebt u voor ons iets groots gedaan. Dankzij hem wil ik net als Victor vol goede moed verder gaan. Amen. Mag ik u vragen om te gaan staan? In verband met het voorlezen van 2 in memoria. Allereerst Catharina Rina de Vries van der Wilk. Op zaterdag 28 november is Rina de Vries van der Wilk overleden. Zij is 102 jaar geworden. Een lang leven waarin ze veel heeft meegemaakt. Ze is regelmatig verhuisd voordat ze eindelijk settelde in Delft. Maar ze woonde met haar man Jan en kinderen ook jarenlang in Rijswijk, waar zij een muziekwinkel hadden. Dat was een mooie tijd.
Een heel moeilijk moment was het toen de winkel afbrandde. Maar hier hielp in elk geval één van haar eigenschappen. Niet klagen, maar doorgaan. Binnen het gezin was zij de dragende en drijvende kracht. Geen knuffelmoeder was ze en geen harde werker, maar wel een harde werkster. En wel stond ze altijd klaar om de kinderen te helpen en was ze zorgzaam en gastvrij. Rina de Vries was een sterke vrouw qua lichaam en geest. Maar langzaamaan, hoe ouder ze werd, des te meer namen haar lichaamskrachten af. Al bleef ze, zeker gezien haar leeftijd, altijd helder van geest. De laatste jaren waren geen gemakkelijke jaren. Niet alleen omdat haar krachten afnamen, maar ook omdat steeds meer mensen om haar heen wegvielen. Dat gaf haar veel verdriet. Zij is dus overleden op 28 november. Haar stem is stil. Haar stoel is leeg. En in de afscheidsdienst lazen wij Psalm 121 over God die mensen bewaart die onderweg zijn. Zo, mogen we geloven, heeft God ook Rina de Vries bewaard in haar leven en in haar sterven. En mag zij nu leven voor Gods aangezicht. Op 3 december hebben wij afscheid van haar genomen in de aula van Crematorium Ypenhof. We wensen de kinderen, familie en vrienden veel sterkte bij dit verlies. De nagedachtenis van Catharina de Vries, zij ons tot zegen. En wij gedenken ook Dirk de Leeuw den Bouter. Dirk de Leeuw den Bouter was een fijne en een lieve man. Een sociale man die genoot van gezelschap en die genoot van het leven. Hij was een liefdevolle echtgenoot voor Marleen, die jong overleed toen hun dochter Esther nog klein was. En hij was een fantastische, vrolijke vader voor Esther, voor wie hij alles over had. En andersom had Esther ook alles over voor haar vader. Hun leven wordt getekend door het woord samen. Natuurlijk deed Dirk ook dingen alleen. Hij kwam vaak alleen naar de Hofkerk. Maar Dirk en Esther deden heel veel samen. Onder andere hebben ze mooie reizen gemaakt en de korfbalvereniging. Daar waren ze allebei bij betrokken. Een beeld uit de Bijbel dat bij hem past is dat van de adelaar die zijn jongen draagt. Als een adelaarsjong leert vliegen, dan zweeft de ouder er omheen om het jong te beschermen en even te dragen als dat nodig is. Zo heeft Dirk altijd voor Esther gezorgd en haar altijd willen beschermen. Maar 1,5 jaar geleden ongeveer keerde de rollen om. Bij Dirk werd een hersentumor ontdekt. Dat betekende dat Esther steeds meer voor hem ging zorgen en de dragende kracht moest zijn. En vaak heeft Esther zich afgevraagd waarom, maar heeft daar geen antwoord op kunnen vinden behalve dit ene: mooie herinneringen maken. En dat heeft ze gedaan. Herinneringen die hem levend voor haar zullen houden, die hopelijk steeds meer de pijn en het verdriet van het verlies zullen verzachten en overschaduwen. Als het moeilijk ging, gingen Dirk en Esther samen naar het strand. Er is een prachtig gedicht van, dat ook is gelezen bij het overlijden van Marleen, Dirks grote liefde en de moeder van Esther, over voetstappen in het zand. Over hoe God een mens draagt als die het zwaar heeft. Laten we erop vertrouwen dat God Dirk gedragen heeft, zijn hele leven, maar met name ook op die momenten dat het moeilijk was. En dat hij ook Esther draagt en allen voor wie Dirk dierbaar was. We hebben afscheid genomen van Dirk op 4 december in de aula van Crematorium Ypenhof. De nagedachtenis van Dirk
Nicolaas de Leeuw den Bouter, zij ons tot zegen. Wij luisteren nu naar voetstappen in het zand. Ik droomde eens en zie ik liep aan het strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. En we liepen zo het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen, twee aan twee. En de Heer liep aan mijn hand. Langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. Waarom dan toch, juist toen ik u nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van het pad. De Heer keek mij vol liefde aan, gaf antwoord op mijn vragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Dank u wel. Laten wij danken en bidden. Trouwe en liefdevolle God, de laatste weken wordt onze gemeente getroffen door veel verdriet. Een aantal mensen zijn overleden. Wij bidden u voor hen die iemand moeten missen. Wilt u bij hen zijn? Wij bidden voor Esther de Leeuw den Bouter, die haar vader Dirk moet missen. Heer, ontferm u. Wij bidden voor familie en vrienden van mevrouw de Vries, nu zij is overleden. Heer, ontferm u. Wij bidden u voor de familie en in het bijzonder de broer van mevrouw Krommenhoek. Heer, ontferm u. En wij bidden voor Kees de Ruiter en Jurie, nu zijn vrouw, nu Addie, vrouw en moeder
is overleden. Heer, ontferm u. Geef hen in al hun pijn en verdriet en in al hun vragen een schuilplek. Een plek waar zij even kunnen schuilen bij u, bij mensen om hen heen. Wij bidden u voor alle slachtoffers van corona. Voor hen die lijden onder de dreiging en de eenzaamheid die daardoor ontstaat. Heer, ontferm u. En tegelijkertijd danken wij u voor het visioen dat u aan ons allen geeft. Van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar alles goed zal zijn in eeuwigheid. En wij danken u voor deze tijd, voor Advent. Een tijd van groeiend licht, waarin wij toeleven naar uw komst in ons midden, in de geboorte van Jezus. In hem ligt uw droom, uw koninkrijk op. En we bidden dat we daarin troost vinden en hoop en kracht en zelfs vreugde om te leven. En we bidden dat we daarin het geloof ook vinden dat uw visioen eens werkelijkheid zal worden. En wij bidden dat wij mensen zijn die voor anderen uw koninkrijk doen oplichten. Met een lach, met een compliment, een welgemeend woord, een liefdevolle daad. Goede God, in een moment van stilte willen wij tot u komen en willen wij ons hart voor u openleggen. En willen wij bidden om ontferming voor allen die ons lief zijn en allen die het moeilijk hebben. Heer onze God, wij bidden u, hoor onze gebeden en ontferm u over allen die wij u noemden. Dat bidden wij in Jezus' naam die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven en een toelichting bij de collecte volgt door Alexander. En daarna, na de collecte, dan zingen wij als slotlied Nu daagt het in het oosten. Lied 444. Er zijn vandaag twee collectes. De eerste is een vrije collecte van de diaconie. En wij als diaconie hebben gekozen voor de zonnebloem. En met name de zonnebloem hier in deze wijk. Ik heb Kobi, de koning, daarvoor uitgenodigd. De tweede collecte gaat naar de
pastoraat en eredienst. En we gaan deze zondag ook geen collectezakken rond. En daarvoor hebben wij dus 2 bakjes bij de uitgang neergezet om uw gaven in te doen. Het is ook mogelijk om via de bekende bankrekening open te maken en via de website van de protestante gemeente Delft. Ik heb ook nog een mededeling voor aanstaande woensdag. Aanstaande woensdag wordt er weer 16 december wordt er door de diaconie een inzameling gehouden hier bij deze kerk voor de voedselbank. En zeker in deze tijd, nu de voedselbank meer cliënten en ook in de toekomst meer cliënten zullen krijgen. En juist nu geven de supermarkten minder producten aan de voedselbank, omdat zij de producten die tegen de datum aanlopen goedkoper aanbieden. Juist met de kerstdagen in het vooruitzicht wil de diaconie de cliënten van de voedselbank graag verwennen met iets extra's. Zoals een feestbrood, kerstkrans, chocolade, sap en andere lekkere dingen. Heeft u misschien een kerstpakket gekregen en daarin zitten dingen waarvan u zegt van nou het is niet lekker of zoiets dergelijks. Neem het gerust mee naar de inzameling. Let wel op, het mag geen alcoholische producten zijn. De inzameling is van 2 uur tot 6 uur. En deze inzameling en collectes worden bij u van harte aanbevolen. En dan vraag ik nu aan Kobi om wat te vertellen over de zonnebloem. Goedemorgen, dames en heren. Ik was zeer verbaasd en ook heel verheugd dat ik hier mag komen vertellen over de zonnebloem. En in het bijzonder over onze afdeling hier. Delft heeft 3 afdelingen en onze afdeling bestaat sinds 35 jaar. Dat hebben we het afgelopen jaar gevierd. De afdeling loopt zeg maar van Gisbrocades tot aan de Hoorn, tot aan de Aldi, als ik dan nog even in de supermarkt mag blijven. Ja, ook voor ons is coronatijd een andere tijd geworden. We hebben 65 gasten die we regelmatig bezoeken. En dat bezoek werd in maart ineens stilgezet, over en uit. En dan zit je, wat doen we? Belletjes rondbrengen, hè? Telefoneren met elkaar. Soms een uur, anderhalf uur aan de lijn. De vaste bezoekers, de vrijwilligers, waar we ongeveer 30 mensen van hebben. Die hebben in overleg met hun eigen gast de bezoekjes wel of niet doorgezet. We zijn de uitjes die we in de afdeling organiseren. Ja, die gingen ook niet door, hè. 35 jaar, we dachten, nou, we trekken nou eens een keer onze portemonnee. En we gaan eens leuk met een reisje met de bus en op de Lingen varen. Maar ja, afgezegd, ook geen pannenkoekenmiddag maken met elkaar. En wat we wel gedaan hebben, is dus in plaats van een vrijheidsmaaltijd van 5 mei, een vrijheidszakje met fruit rondgebracht. We lopen de deuren bij de gasten en dan hebben we toch een praatje op een goede afstand. De mensen zijn er blij mee. We sturen een kaartje rond, of althans we brengen ze, want dan heb je het contact met de mensen. Dan hebben ze toch minder het eenzaamheidsgevoel. We hebben mooie bloemen rondgebracht. Daar zijn we ook, de telers uit het Westland, zijn we daar gewoon heel dankbaar voor. Dat we die voor gewoon een heel eenvoudig prijsje hebben mogen kopen. En de mensen hebben er gewoon heel veel plezier van gehad. Daarnaast, toen werd het weer een beetje versoepeld in de zomertijd. We gingen de bezoekjes weer wat meer door. We hebben stoepconcerten gehouden. Niet alleen voor onze ouderen hier die in de Lindenhof wonen, maar ook voor bijvoorbeeld het Thomashuis op de Buitenwatersloot. Want ook daar zitten dan jongeren die dus ook onze aandacht nodig hebben en ook eenzaam kunnen zijn. Ook al ben je soms en woon je bij elkaar. Wat wij nog wel steeds kunnen gebruiken zijn vrijwilligers, die dus bij de gasten
het contact willen leggen, een praatje willen maken, één keer in de 14 dagen. Het komende maand zijn we heel druk bezig geweest met Sinterklaas. We hebben 65 schoentjes gekleurd, chocoladeletter erin. We hebben een pakket tijdschriften gehad, anders dan de Libelle en de Margriet. Maar die zijn we gaan rondbrengen en daar waren de mensen ontzettend blij mee. De kersttractatie en de aandacht gaat komende week de deur uit. En dan hebben we het nieuwjaars nog. En ja, op zo'n manier proberen we toch iets liefs te brengen bij de mensen en hun aandacht te geven. En soms ga je toch eventjes naar binnen, omdat die mensen gewoon heel weinig aandacht en liefde gehad hebben. Omdat er, hoe ouder je wordt, ook steeds meer mensen in je directe kring bij je wegvallen. En ja, dan blijft er alleen, zeg maar, je buren over. En om dus nog contact te leggen en de zonnebloem. En daar zijn we dus heel druk mee bezig. En dat kost tijd, maar dat geeft niet. Want we krijgen niet alleen, je brengt niet alleen vreugde, je krijgt ook zelf die vreugde terug. Omdat je mensen blij maakt. En daar staat de zonnebloem voor. Voor mensen die met geestelijk, lichamelijke handicap vanaf 18 jaar eenzaam zijn, het moeilijk hebben in het leven. En dan proberen we een steentje bij te dragen. En dat kan ik u even vertellen. Dank u wel. En dan mogen we hier allemaal vandaan gaan. We mogen ons gedragen weten door de zegen van God. Een zegen die wij ook mogen zijn voor elkaar. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
kader van corona wil ik u vragen om per vak de kerk te verlaten. Te beginnen met dat vak, dan dit vak en dat vak geleidelijk aan. Maar voor de meesten is dat inmiddels een bekend ritueel. Prettige zondag. Tomorrow, for no one can.